Vandaag praat ik met Daniël Mulder. Hij doet een handboogschieten. Hij heeft daar het een en ander in bereikt. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe hij dat allemaal gedaan heeft en nu ook nog doet. Dus we gaan kijken. Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan handboogschieten? Het idee kwam doordat ik altijd op de tennisbaan hiernaast tenniste en vaak door het hek heen keek. Dus meneer Tieneke Paap, die er nu ook aanwezig is, stond te trainen. En dat vond ik zoiets geweldigs. Ik dacht, nou, gaan we ook eens proberen. Toen bleek ik nog te jong te zijn. Een paar jaar later kom ik een vriend van mij tegen, die deed het toen. Die is er inmiddels af, maar ik ben blijven hangen. En het gaat allemaal perfect en leuk. En ik heb het hartstikke naar mijn zin hier. Waar staan de verenigingsletters voor? VZW staat voor vooruitgang, zij ons streven. Dat is een oude spreuk van 108 jaar terug. En zo lang bestaat de vereniging hier. Wat zijn je hobby's buiten het handboogschieten? Doe je nog wat anders? Ik doe nog een stukje fitness en ik doe aan hardlopen. Om de conditie in ieder geval een beetje op peil te houden. Voor het aankomende buitenseizoen. Want dat vergt erg veel energie. En om daar een beetje klaar voor te zijn, dan doe ik dat in de winter. Ga je wel eens compleet uit je dak in een discotheek? Als hobby? dat gebeurt wel eens, ja. En, gisteravond niet, maar vaak dan lukt dat wel. Was je gisteravond voor het laatst dronken? Ja, dat klopt. Nou nog een beetje, maar het lukt allemaal vrij aardig. Dat was een pittig schot, vind ik zelf. Dit is een handboog. Wat is het verschil met een handboog en een kruisboog zoals we die kennen van Willem Tell met het beroemde appeltje? Een kruisboog is een beetje afgeleid van een geweer, al was de kruisboog er eerder. En een handboog, die hou je onder spanning. En dat is bij een kruisboog niet het geval. Vertel eens wat over je boog. Zijn er verschillende soorten handbogen? Ik heb hier een compound boog. Dat is een boog met een katrolwerking die het trekgewicht met 65% vermindert. En er zit een scope op. Dat is een vergrotings. Die vergroot vier keer. En je hebt een release. Dat is een soort mechanisch losapparaatje. Een oplegger om de pijl juist te. Een pijl er netjes af te laten komen. Goed, Jacqueline, dit is een recurve boog. De boog waar ik 3 jaar mee geschoten heb. Of dit type althans. Met een niet vergrotend vizier. En het trekgewicht is blijvend oplopend en het wordt niet verminderd door een katrolsysteem. Daar zijn Olympische Spelen in. En de boog waar ik dan zelf mee schiet, die is niet Olympisch. En daar heb je alleen maar een WK in. Heb je nog broers of zusters? Nee, ik heb geen broers of zusters en dat bevalt me prima. Als je sommige vrienden van mij hoort die kleine broers of zusjes hebben, dan vind ik dit wel prettig. Is thuis belangrijk voor je? Ja, thuis is erg belangrijk voor mij, omdat je altijd terug kan komen als er iets niet helemaal goed zit. Je hebt altijd iemand thuis, dat is belangrijk. Zou je dat het meeste missen als je op jezelf zou wonen of is er iets anders? Dat zou ik nog niet eens zozeer missen, maar ik denk dat ik het eten wel mis. Ik kan wel voor mezelf koken, maar dat is toch niet zo als dat ik het thuis, als ik het thuis krijg. Is dat nou moeilijk, handboogschieten? Het is een beweging die je elke keer hetzelfde uit moet voeren. Dat is het enige echt moeilijke eraan. Plus een beetje goede concentratie en een vaste hand is vereist. Of vereist, dat maakt het een stuk makkelijker. Spelen je ouders een grote rol in het bepalen van je carrière? Ja, mijn ouders die steunen me in alles wat ik doe en wil bereiken. En daar ben ik ze erg dankbaar voor. Ik vind het leuk van ze, in ieder geval. Wat wil je uiteindelijk bereiken? Wat is jouw doel? Ik wil van de zomer naar het WK voor junioren in Frankrijk. En daar wil ik
Nou, toch wel bij de eerste drie eindigen. Dat is mijn doel. Wie is je grote voorbeeld? Mijn grote voorbeeld is de wereldkampioen van vorig jaar, Dave Cursens uit Amerika. Dat is een prachtige, prachtige schutter, vind ik. Wat voor uitrusting heb je nodig bij het handboogschieten? Uitrusting die goed bij past. En dan hebben we het over trekgewicht, lengte van een boog. Ja, alles moet een beetje met elkaar in overeenstemming zitten. En dan kan je goed aan de gang. Je hebt bijvoorbeeld een pijlentas nodig voor de pijlen. Een standaard hier voor je boog, al die hier opgehangen kan worden. En hetzelfde geldt voor de pijlentas. Die kan hier de pijlen gewoon in de kokers kwijt. En heb je daar allemaal geen last van. Maar dit is meer voor buiten, dat je buiten met je pijlen gewoon, dat je die gewoon bij de hand hebt en niet over een veld heen hoeft om je pijlen te halen. Is er ook beschermkleding? Is dat er überhaupt? Ja, de enige bescherming die ik draag tijdens het schieten is een armbeschermer. En dat is om de blauwe plekken tegen te gaan van de pees, mocht die arm raken. Heb je wel eens iemand geraakt? Ik heb nog nooit iemand geraakt. Het is wel bijna een keer gebeurd. Toen stonden wij hier achter op het veld, op ons trainingsveld te schieten. En toen stak er zomaar een tennisser voor het doel langs. Maar die hebben wij verzocht het veld af te gaan en die hebben we nooit meer teruggezien. Dus, dat is geluk geweest voor hem en voor ons ook. Dus dat is wel goed gegaan. Hey, en wat is hier gebeurd hiermee? Wat is dit? Ik stond net een paar pijlen in te schieten en het resultaat zie je van mij kunnen. Wat is het hoogste wat je ooit gehaald hebt bij wedstrijden? Dus derde worden op het Europese jeugdkampioenschap 2 jaar terug. Dan zijn we met het team derde geweest en dat was een behoorlijke prestatie voor ons. Daar ben je het meest trots op of zijn er ook andere dingen? Daar ben ik het meest trots op, want dat was een partij van mijn leven geschoten. Het was nog wel derde, maar het was echt het mooiste wat ik heb meegemaakt. Zijn er ook dingen waar je absoluut niet aan herinnerd wil worden? Ik bedoel, op zo'n prestatie ben je dan trots, maar zijn er ook dingen waarvan je denkt, nee? Elk Nederlands 1K wat ik geschoten heb, daar ben ik alleen maar tweede geweest nog en twee keer derde. En dat is echt een ramp geweest elk jaar. Elk jaar heb ik dat vernield. Is handboogschieten eigenlijk populair? Handboogschieten is redelijk populair, maar dan meer in het zuiden van het land. Daar zitten toch wel de meeste schutters en de harde kern van het. Daar zitten gewoon de toppers. Zou je iets veranderd willen zien bij handboogschieten bij deze sport? Ik zou wat veranderd willen hebben. Dat is een stukje bekendheid. Dat het gewoon door wat meer mensen beoefend wordt en wat meer op tv. Gewoon wat meer wedstrijden laten zien, wat meer informatie erover. En ik hoop dat het een beetje bijdraagt wat ik nu vertel en doe vandaag. Is er nog iets wat je daarop op je antwoord van net tegen de kijkers wil zeggen? Wil je een oproep doen? Wat wil je ze meegeven? Kijkers thuis? Ik wil nog wel iets zeggen. Dat is iedereen die dit thuis ziet en dit leuk vindt, kom gerust een keer praten op de vereniging. En misschien dat er wat lessen gevolgd kunnen worden. Dankjewel.